Wie een Brabant nieuwbouwwoning wilde kopen en bang was zijn oude huis niet kwijt te raken, kon zich sinds 2009 melden voor de garantieregeling van de provincie. Als er na 2 jaar geen koper gevonden is, koopt de provincie het huis voor 90% van de taxatiewaarde. Dat heeft in ieder geval geresulteerd in dat de woningmarkt in Brabant minder kwetsbaar is geweest dan in andere provincies, hebben wij gezien. De terugloop van het aantal nieuwbouwtransacties is in Brabant aanmerkelijk minder dan in de andere provincies. Tine Hutte doet mee. Ze woont al in haar nieuwbouwwoning, maar ze raakt haar oude appartement niet kwijt. Er komen wel kijkers, maar ja. Mensen die mijn huis eventueel willen kopen, moeten zelf ook weer iets verkopen. Dus het stagneert aan alle kanten. 2 jaar wacht ze al op een koper en ze is niet de enige. De Brabantse huizenmarkt zit muurvast. De grote lijn is toch wel dat de markt stroperig is, traag. Mensen hebben weinig vertrouwen. De provincie dreigt een flink deel van de 850 deelnemende huizen te moeten opkopen. Een investering van minimaal tientallen miljoenen euro's. De eerste garantietermijnen lopen binnenkort af. Wij zullen proberen om samen met makelaarsorganisaties, met woningbouwcorporaties of met projectontwikkelaars zakelijke afspraken te maken dat wij zo min mogelijk als provincie zelf de woningen hoeven overnemen, maar dat we dat proberen via deze marktpartijen weer zo snel mogelijk die woningen in de markt terug te zetten. Door de dalende huizenprijzen moet de provincie mogelijk huizen met verlies verkopen. Brabant hoopt dat het totale verlies beperkt blijft tot enkele tientallen miljoenen euro's.